laten we zondag swingen tijdens het jaarlijks leerlingenconcert van Houtatelier Lucasse. En tijdens dit concert passeerden veel pop- en klassieke werken de revue. Mensen spelen solo, maar ook duetjes en in grotere ensembles. En we doen dit eigenlijk om mensen de gelegenheid te geven om eens een keer voor het publiek te spelen. En eens een keer met een bandje te spelen. Sinds 2 jaar hebben we er dus ook een combo bij. En dat geeft ons wat meer mogelijkheden om wat popmuziek te spelen bijvoorbeeld. En vooral de leerlingen vinden dat superleuk om te doen. Gedurende het concert kwamen zo'n 30 leerlingen op het podium. Dat zijn dus mensen die net begonnen zijn, maar ook mensen die wat langer spelen. Kinderen dus, maar ook mensen van boven de 70 doen mee. Die op latere leeftijd nog les zijn gaan nemen en een instrument wilden leren spelen. En een van de leerlingen was Juwel. Zij speelde in Adante op klarinet. En met zo'n 7 jaar ervaring was dit niet haar eerste optreden. Nee. Ik speel ook bij de harmonie, dus ik heb daar ook heel veel optredens mee. En vorig jaar heb ik ook meegedaan. En wie zitten er allemaal voor je in de zaal? Mijn opa en oma, mijn vriendje en die opa en oma zijn er. En pap was er. En heb je veel voorbereidingen ervoor gehad? Eerlijk gezegd niet. Nee, ik ben niet zo van het voorbereiden. Een concert vorm te geven, begint Sandra Lucasse al in de zomer met het voorbereiden. Vooral het slotnummer wil ik dan uitkiezen, want we hebben altijd om een beetje stoom af te blazen, eindigen we met een gezamenlijk slotnummer. Dus dat de mensen even alle zenuwen van zich af kunnen schudden en gewoon lekker gezellig ontspannen kunnen spelen. En daar begin ik mee om te kijken van ja, wat is er populair en wat is er speelbaar, want niet alle liedjes zijn speelbaar natuurlijk. En dan begin ik daar een arrangement van te maken, want we hebben natuurlijk de dwarsfluit, de klarinet en saxofoons. En dat betekent dat je instrumenten hebt in C-stemming, in B-stemming en in S-stemming. En die moeten allemaal hun eigen partij hebben, met hun eigen voortekens. Dus daar begin ik mee en dan ga ik kijken wie er zich weer in heeft geschreven in september als we weer starten. En dan ga ik kijken wat zij gaan spelen en zo langzaam bouw ik het op. En heel veel van de stukken die arrangeer ik zelf, omdat ik dan niet de geschikte vorm kan vinden om hier uit te voeren.